Helaas, er is één moment tijdens deze biennale dat u uw oren misschien maar beter dicht kunt houden. En dat moment, dat breekt zo direct aan wanneer ik dit festival open door met een strijkstok een snaar aan te strijken. Het winnen van een concours heeft zeker een goed effect gehad op de mogelijkheden om te spelen in Nederland. Vooral heel veel mensen die hebben uitgenodigd voor concerten, recitals, solo-concerten. Dus ja, daar doe je heel veel ervaring mee op. Dat is ook een goede kans om verder te ontwikkelen. Mijn eerste idee was eigenlijk een concours net als Oscar Bak te organiseren. Vroeger was ik altijd al jaloers op het conservatorium dat die violisten hadden wel hun Oscar Bach concours en wij cellisten hadden niks. Inmiddels geef ik daar zelf les op dat conservatorium en merk ik de afgelopen jaar dat het niveau van die cellisten hoger en hoger wordt. Dus toen kwam eigenlijk in eerste instantie die wens naar voren om een nationaal cello concours te organiseren. Maar dan natuurlijk op een veel leukere manier dan dat droge en dorre Oscar Bach concours. Zes er doorgaan. Claire Beuner. Steven Born. Ambar Dottes van Leeuwen. Immanuel van IJsselrooy. De belangrijke juryleden van het Nationaal Cello Concours, die spelen weer 's avonds of 's morgens op de concerten of geven masterclasses. En zo helpt het een het ander. Giovanni Sollima heb ik gisteravond gezien en ja, dat is geweldig. Dus ik hoop dat hij mij inspiratie kan geven. I've seen his videos on YouTube, I've never seen him live. Ja, ik denk dat hij gewoon echt met ons een beetje gaat spelen, zullen we zeggen. I expect it to be very free. Masterclass is not a lesson. It is not a concert, although you should play as good as you can. It is a laboratory. I like it a lot. That you're a very strong woman. They can see that. But could you play a little more like So what is the difference between a woman and a man? A woman, you never know exactly what she's at. Zou het aan het hars kunnen liggen? Nee, dat denk ik niet. Nee. Het is echt, als ik langzaam strijk, dan verlies ik contact. Okay. Het
fringe-programma, een soort franje. Dus wat er omheen komt, wat er vaak pas in een later stadium geprogrammeerd wordt. Vaak over dingen die al nadat de bestelbrochure uit was, nog op je netvlies of op je oren kwamen. Of mensen die zeiden van, ja, maar dit willen we nog zo graag even doen. Bijvoorbeeld Pieter Wispelwijf vanavond, die speelt Allegro de Concert van Davidoff. Dat is een bijzondere cellocomponist. En die bood er zelf aan. Die zei van, kan ik dan niet daarvoor nog een kleine special doen gewijd aan Davidoff? Die bood het zelf aan. Nou, daar kon ik natuurlijk geen nee tegen zeggen. De kinderen erg tijdens de eerste cello biennale. En we hebben nu veel meer aan de kinderen kunnen doen. Meteen een van de hoogtepunten van de hele biennale natuurlijk. Ja, als je 140 kinderen daar het muziekgebouw binnen ziet komen met die cellotjes. Het is natuurlijk ook zo dat die kinderen al iets opsnuiven van die omgeving van die Amsterdamse cellobiennale. Dus dat ze weten van nou, misschien moet ik daar over een paar jaar weer eens zelf naartoe naar die masterclasses of aan het concours meedoen. De dirigent Alexander Rudin, Amsterdam Sinfonietta en de winnaar van het Nationaal Cello Concours 2008. Amber Dokters van Leeuwen. Je kunt zoveel verschillende dingen spelen en laten horen aan mensen. En dat is gewoon, ja, toch wel. Ik denk dat de cello daarin gewoon voor mij wel op nummer 1 staat.